Yo mensen, Yarasky hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van SandSky. Hier op mijn kanaal Yarasky Gaming. Die naam die klopt nog steeds voor geen ene reet. Maar goed, we gaan vandaag weer hardcore domination spelen met z'n tweeën. Deze aflevering upload ik natuurlijk weer omdat vorige deel 1000 likes had behaald. En we hebben weer dezelfde class aan staan, FAL met Quickdraw en Adjustable Stock. Deze hele serie draait erom wie de MVP wordt, heeft gewonnen. Ik sta met 2-1 voor en MVP dat houdt in wie het potje heeft gewonnen, zeg maar. Dus wie helemaal bovenin staat, die heeft een punt erbij. En we gaan tot onbeperkt aantal of zo. Ik weet niet tot wanneer we gaan. Kijk uit. Dus let's go. Ze zitten allemaal op de B-vlag. Ze hebben hem ook al. Godverdomme. Oh, zit bij een spot. En eventjes tussendoor mensen. We spelen tegen fucking goede mensen. Dus dit is niet normaal, man. Nee. Oh, jongens, we spelen tegen echte hardcore pro's hier. Zit er eentje bij de aanvlag, hé? Akkers hebben al UAV. Ja, hij zit daar boven. Oh my god. Ik heb hem wel, maar de teammate ging wel. Oh my fucking god. Ik heb UAV. Yippie. Oh, lekker ouwe. Kijk waar ze zit. Hij zit er boven te campen. Oh, hij zit bij C te campen. En bij B. En overal. Overal, ja. Kut, Sandy. Oh, er zat een teammate naast me. Die teammate ging dood, maar ik niet. Moehaha. Wacht, ik sta achter jou. Kijk uit, ze komen hier hoor. Ik zal maar oppassen. Oh, daar gaat wel eentje dood. Kijk uit, naar de zijkant staat er ook. Ik heb hem. Oh, heb je hem? Lekker. Komen er nog meer. Let op, ze spannen daar. Let op. Wacht, ik ga hier zitten. Als jij doorrent, dan ga ik op de B-vlag proberen. Oh mijn god, ik zit gewoon niet vast. Hebbes. Oh mijn god, ik word gewoon geraakt door de muur heen. Oh, wat? Ik heb hem, ik heb hem. Moet ik dit even rustig spelen, man? Want deze mensen zijn echt fucking goed. Even rustig spelen dit, anders verliezen we fucking hard. Oh, je hebt je even. Nice. Wacht, ik pak B wel. Ik probeer tenminste B. Ja, probeer het. Ik probeer het in defense. Staat er één in de deuropening? Yo, ik heb hem, ik heb hem. Dit moeten we heel rustig uitspelen, anders falen we. Ik heb een counter-UAV, ze hebben niks meer aan die UAV. Nice. Ja, hij staat er één bovenop, hé. Bovenop in het kasteel. Yo, ik ren al. Oh, wat? Ik heb hem, ik heb hem. Nice. Nee, rustig uitspelen. Oh, ik heb hem. Ik ben me zo hard aan het concentreren nu, jongen. Ja, man. Oh, zo. Nice. Even kijken. Het is echt zo leuk om tegen goede mensen een keertje te komen, man. Dat in plaats van die nerds. Maar het is wel echt moeilijk in één keer dan. Oh shit, staan ze allemaal achterin bij Construction, hé. Ja, ik concentreer me even op deze spans bij A hier. Oh, okay, ze komen dus naar A toe. Ja, ik ga naar Construction toe. Je denkt dat ik gefuckt ben? Ik ben niet gefuckt, ik ben nog steeds niet gefuckt. Lekker, lekker. Probeer die orbital te halen dan. Ja, ik ga het proberen. Oh mijn god, ja, op het laatste. Ah, jammer, ik zie het, ze spannen allemaal naast je, man. Maakt niet uit. Ah joh. Moet dit heel rustig uitspelen, anders zijn we kaarten lul. Want ik rush. Ik heb er weer één. We moeten UAV's in de lucht houden, zonder UAV's zijn niks. Oké, ik heb push rustig naar hun spawn. Oké, ik push weer naar hun gebouwtje hier. Oké, ik heb er één. Zit er één daar, zit er één daar. Bovenop bij jou, bovenop. Hij heeft tactical. Ik heb hem. Lekker, lekker. Nee, kut, ik ben dood. Shit. Ik zag ze niet lopen. Oh, dat was een teammate. Ah, dankjewel teammate. Lekker. Ze gaan weer allemaal bij Construction, hè. Ze spannen weer allemaal daaronder in. Yo. Dus let op. Ik check gewoon A. Yo, lekker, lekker. Vanaf hier kan ik A en B checken dan. Zo, die Ventable Light Machine Gun en die sprayt gewoon als de malle. Het zou chill zijn als zij even C pakken, kan ik A cappen. Ja, ze gaan C aanpakken, ze zijn C aanpakken. Oké dan. Allemaal Construction daar achterin. Yo. Ik heb een counter-UAV, ze hebben niks meer aan de UAV, man. Ah, ik ben dood! Ik ben dood, ik ben dood. We winnen wel, hè. Ze komen die spanning niet meer uit. Dat zijn wel echt. Ik heb bijna orbital, ik moet nog één kill volgen. Oké, lekker. Oh, kijk uit, teammate. Dat ben ik. Holy shit, ik ben hard aan het spawntrap hier. Ah, shit, hij spreekt. Wauw, hij spreekt door dat ding heen. Oh, wat scheef. Oh mijn god, dat was echt scheef. We moeten ze pakken. Oh shit. Ah, fuck. Kom aan, man. Dat was echt scheef, maar maakt niet uit. Lekker, Sentry Gun staat op B. Nice. Nice, man. Ik weet niet van wie die is. Hé, kijk uit, zit Light Machine Gun daar bovenin bij A. Oké. Oké, we hebben ze alle drie dus. Ze zitten beter pakken met z'n tweeën. Yo. Zijn alle twee dood nu? Ze? Nee, nice. Ze zijn alle twee dood. Oh, word ik door naar... Oh, lol. Heb je hem te counter-UAV ofzo? Ik heb gecounterd. Kut zo, ja ze zitten allemaal weer Construction, man. Wij zijn ook gecounterd, man. Oh, kut. Oké, hoe kon die kogel dat niet raken? Serieus? Ja, dikke serieus. Bullet delay. Hey, dikke Call of Duty bullshit. Oh ja. Oh kut! Schiet ik iemand dood? Oh shit, ik dacht dat het een enemy was. Ik ging meteen achter me kijken, hè. Oh my god. Kut, Sandy. Oh, fucking teammate! Nu schiet hij mij neer! Ah! Jij knalde hem weer en dan schoot hij mij neer omdat hij dacht dat jij ik was. Of whatever, aha. Ik jij was. Nee, goed, lul, nu ben ik, ja, nu ben ik weer dood. Nu is het jouw schuld. Ah, kut. Ja, telt niet mee, dit is allemaal jouw schuld. Oké. Ik sta wel in MVP, dus ik ga wel winnen, bro. Oh, kut, ik word door de muur heen geknald. Stoner, pak hem. Stoner. Wat een naam ook weer, hè. Er zit er eentje op B, hè. Dus let op. Met de FAL kan je er niet echt lekker op afrennen, houden. Ah, kutzooi. Zij staan ook een beetje achter, hè. Dat zijn wel goede mensen, maar wij ownen ze wel. Oh, die ene overpower is ook weer. Hey, oh kut, het gaat weer een close potje worden, maat. Kijk onze scoren. Tactical daar neer, maar ik had hem bijna. 55 punten verschil, Sandy. Kut, sorry. Dit gaat... Voel je me... Ja, dit gaat close worden, ouwe. Wacht maar, jongen. Ah, kut, ze leven in ons team, ze leven in ons team, let op. Fucking tieten, waarom lief je nou? We staan voor, dan moet je niet leven. Wat de pleurenshond. Oh ja. Hé, ze pushen al B. Kut, sorry. Kut. Hoeveel zitten erop? Hoeveel zitten erop? Ze zijn allemaal dood al. Ze zijn allemaal dood al. Wat? Ik zag niemand meer. Wat de heck? Kut, nu ben ik dood. Ik dacht dat de teammate ze had, man. Komt goed, ik pak gewoon. Ik heb mijn bril nog wel. Wat is dit? Ligt er eentje op de C-vlag gescoopt met een light machine gun. Dus kijk uit als je daar spant ergens. Oh kut, nu zit hij daar. Ik heb hem. Oh my god. Ik heb er nog één. We moeten langzaam die B-vlag weer proberen terug te pakken. Ik sta in de camper te campen. Oké, ik probeer B te cappen. Ik ben B aan het cappen met iemand. We moeten zorgen dat we en ik ben weer dood. In het ingang van het kasteeltje. Oké, lekker. Ik sta bij snipe area, oefen area. Yo, kut. Ze komen naar C toe, hé. Ze komen naar C, ze pushen naar C. Ja, Sandy, kom hierheen, kom hierheen. Waar ben je? Naar de A-vlag. Yo, ik kom aan. Er ligt daar een care package. Oh, we hebben PO. Oké, nice. Er ligt daar een care package. Oh mijn god, hoe kan dat? Waar zat hij? Ah, hij zit daar achterin bij C. Ik heb UAV, ik heb UAV. Oké, hij zit er bij Saloon. Ik heb er één, ik heb er één. Let op, we mogen B niet verliezen, want dan zijn we wel lul. B mogen we niet verliezen. Ik heb die. Lekker, lekker, lekker man. Ik heb nog counter-UAV, ik gooi gewoon de lucht in. Kijk uit, er zit er eentje bij Saloon te campen, bij C, weet je wel. Ja, ik heb die vent op B. Ik ga B even defenden, man. Ik heb er nog één op B. Kut, die kan ik niet raken, die kan ik niet raken. Yo, fuck, ik ben dood, ik ben dood. Kut. Er kwamen er twee aan, man. Kom op, we moeten B terugpakken nu. Wauw. We hebben wel een orbital in de lucht van iemand, dus dankjewel, maat. Wacht even, ik ren in span in, ja, ik ren in span in. Yo, ik ga wel via mijn ingang. Oh, wauw, die zag ik nu op mijn orbital. Huh? Kut orbital. Kijk, altijd non-stop. Ah, kut, ik word gespantrapt. Ze staan in midhouse. Oh, wat de hel, man. Bullet delay, alles. Let op, we moeten die B vast zien te krijgen. Ze gaan A-cappen. Ja, nee, ik heb hem, ik heb hem. We moeten naar die B-vlag nu. Ze staan er twee onder, ze rennen door. Langzaam. Oké, ik ren al. Langzaam, ze spannen allemaal bij die cave daar. Ik heb er één. Ik heb er twee. Ik ga erin, ik ga er nu in. Let op. Er staat er nog eentje bij B ergens, onder of zo. Ik heb hem al, ik ben nu B aan het defenden. Ik ben aan het defenden, Ah, kutzooi. Ja, shit, ik stond van een afstandje te defenden, maar er kwam er één links van je, man. Daar kon ik niks aan doen. Wacht, maar nu ga ik erop af. Ik zit erop, Nice. Ik heb counter UAV ingeroepen, want ze hadden UAV. Ik ben B aan het pakken, we hebben ook al doggies in. Ja, dus ik ben B aan het pakken, help me. Ik ben bij C nu. Oké, nice, nice. We hebben deze. Ja, ik heb hem. Oh, lekker, er zit zelfs een swarm in de lucht. Echt? Ja, man. Wauw, wauw. Hij zat hard te campen dan, hoor. Of hij het... Nee, maar de enemies... Nee, hij heeft het wel zelf gehad, maar dan zat hij echt hard te campen. Die vent in ons team. Ja, dat sowieso. Nou ja, boeien, we hebben een swarm in de lucht. Ik vind het allemaal wel best. We hebben gewoon gewonnen van echt best wel goede hardcore spelers, man. En wie staat er MVP? Oeh, kut. Ik kan me nog inhalen als je van jij. Ja, nee, wat één keer die dingen. Kijk dan. Ja, die swarm die killt nu alles. Dus ik kan me eigenlijk niet meer inhalen nu. Nog, nou, je hebt nog wel heel eventjes de tijd. Dus ik ga nu dood. Dus... Ja, en ik ga nu ook dood. Ja, dus, oké, je kan me niet meer inhalen. Ja, grote dokters in die swarm. 3-1, maat. 3-1. Wow. Die swarm wil mij dood hebben, joh. Zo, dit was wel even een concentratiepotje op zijn hoogst, man. Zo, die dat was wel een lekker potje, dit. Ja, dit vind ik leuke potjes, man, tegen goeie. Alleen jammer dat ze willen lieven, dat vind ik wel jammer. Kijk, nu heb je misschien wel... Anders had ik hem nog kunnen redden. Nu heb je misschien wel een poepscore, weet je wel. Gewoon, ik kill dead van 2 of zo. Maar je hebt wel gewoon dat potje gewonnen, omdat je voor de objective ging. Dus dan heb je eigenlijk een goede score, maar ook weer een slechte score. Ja. Maar dat zijn juist de chille scores. Snap je? Want dat was echt gewoon de vaagste beredenering ooit, maar dat maakt niet uit. Logic, jongen. Er zit er één in de hoek bij A, hè? Hij zit daar gewoon onder. Oh, ja, daar dus. Ik zei het, in het hoekie. Ah joh, lekkere campers. Dus denk ik ook, ja, we zijn toch aan het verliezen. Laat lekker zitten, joh. Ja, toch, laat. Ze hebben er geen zin meer in. Ik ben A nog even aan het pakken voordat het potje erop zit. Wauw, niemand ziet iemand bij C zitten. Auw. Ik ga echt gewoon nu 5 keer achter elkaar dood. Komt omdat ik nu geen... Kijk, nu heb ik in één keer geen concentratie meer. Hè? Ik denk, we hebben het potje gewonnen, laat me zitten. En ik ga meteen een paar keer achter elkaar dood. Maar ja, goed. Ik heb weer gewonnen, jongen. 3-1 staat het nu, Sandy. Mocht je hem leuk hebben gevonden, jongens, geef hem alsjeblieft nou even omhoog. 1000 likes is heel snel weer een nieuwe aflevering online met Sandy, de enige echte Santino. Oftewel Sandy D. Bedankt voor het kijken, mensen. Het staat 3-1. Je moet wel even terugkomen, Sandy, want anders win ik hard. En tot de volgende keer. Komt goed, komt wat ga je eraan doen? Helemaal niks? Okidoki. Later, mensen. Wat zei je? Nee, bye bye. Ik zei, wat ga je eraan doen? Oh, wat ik aan ga doen, jongen. Ik pak je, jongen. Oké. Volgende aflevering, ja? Oké, bye bye mensen. Adios amigos.